Kampioensport Rotterdam Cup op het kasteel. We hebben het vaak over opleiden van spelers, et cetera. Maar wat ik vooral vandaag zie is heel veel plezier. Ja, je ziet heel veel plezier. Ja, eigenlijk is het mooiste wat er is. Kinderen die in het Sparta Stadion hier een toernooitje hebben. Het is geweldig weer. Met hun vriendjes wedstrijdjes mogen spelen. Ja, want dat is uiteindelijk waar het om draait. Hè? Een unieke ervaring voor de spelers om in het kasteel te spelen. Zeker, zeker. Uiteindelijk leiden we nieuwe Spartaan op. En het is mooi als we ergens nog een talent zien wat we in eerdere fase nog niet hebben gezien. Of wat een hartstikke mooie ontwikkeling door heeft gemaakt. Aan de andere kant proberen we natuurlijk nieuwe Spartanen te kweken. We hebben natuurlijk een hele goede dag uitgekozen. We hebben prachtig weer. We hebben enthousiaste teams met talentvolle kinderen die allemaal graag willen voetballen. Dus ik kan niet anders zeggen dat ik heel erg blij ben met hoe dat nu gaat. Ja, en bij TOGB zien we ook een hele goede beginner van jou, laat ik het zo zeggen. Ja, hij lijkt heel erg op mij. Het zou zomaar kunnen zijn dat het misschien mijn zoon wel is. Nou, zie ik hem ook nog een keer voetballen. Want ik speel natuurlijk normaal gesproken met onder 9 op zaterdagochtend. En dan speelt hij zelf ook met TOGB. Dus het is leuk om je eigen zoon ook een keer te zien voetballen. Ja, en hoe is het voor hem om in Stadion te spelen waar zijn vader vroeger furore maakte? Ja, fantastisch. Ik weet nog de allereerste keer dat we hier samen weer kwamen. Toen liepen we even het veld op, dat was bij de open dag. Toen had ik wat werkzaamheden hier bij de open dag. Dat was 3 jaar geleden, toen liepen we samen het veld op. Ja, dan ga je toch het verhaal vertellen van hier heeft papa mogen spelen. En dat werkt natuurlijk voor kinderen als een katalysator. Want als je van voetbal houdt, dan is er niks mooier, Tim, dan in een stadion spelen. En als je het betrekt op de amateur- en opleidingspartners, hoe is het voor hun om hier te kunnen acteren vandaag? En merk je dat ook in gesprekken, wat je bijvoorbeeld hebt met ze? Nou ja, iedereen is hartstikke enthousiast. Sowieso is het denk ik voor veel kinderen een tijd geleden dat ze toernooien mochten spelen. In coronatijd was dat natuurlijk allemaal wat lastiger. Dus met ouders, opa's, oma's, alles op de tribune. Dat maakt voor die kinderen ook echt een feestje. En volgens mij is een hartstikke mooie middag daardoor. En wat de kinderen zelf ervaren, ik zou zeggen, trek erin voor de camera. Jongens van VV Schip-Luiden, vandaag in het Sparta Stadion, hoe vonden jullie dat? Leuk! Hoe ging het toernooi vandaag? Niet zo goed. Wat is er gebeurd dan? Waarom ging het niet zo goed? We moesten tegen hele goeie. En we hebben nog niks gewonnen helaas. Ja. Oh. Het gaat wel om het plezier gewoon. Dat is belangrijk, hè? Plezier. Ja. En je komt ook heel weinig keer in het stadion. Dus het is ook eigenlijk wel een beetje bijzonder dat we zijn uitgenodigd.